Hey en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op It's Ultrex, de enige echte. Nou, het tweede deel. Dit deel is wat minder lang, duurt ongeveer iets minder dan een uurtje. En ik had echt deze video even in twee delen gedeeld, anders werd het echt veel te lang. Dus ik zou zeggen jongens, veel plezier met kijken. Mocht je deel 1 nog niet gezien hebben, dan verwijs ik jullie graag naar de vorige vlog, vlog 663. Dat is het eerste deel. Zo, nou we zijn weer bij Symbolica. Kijk hier, heel bekend bank hier. Waar zijn ze nou allemaal? Oh, zijn ze allemaal weer daar zo? Zijn ze allemaal weer weggelopen? Batterij is bijna leeg ook. De batterij is bijna leeg. Wat gaat hij nou allemaal weer doen? 100 euro? Oh, oké. Okay. 100 euro, zie je, er wordt gewoon zwart geld hier betaald, hier ook. Ja, maar zullen we even ruzie zoeken hier ook, Terry? Nou. Rustig, want ik stuur woensdag mijn vader op je af. Oh, zei ik dat nou hardop? Ja, hardop. Nu kom jij maar met elkaar staan op te Ja, joh, laten we gewoon een wachtrij pakken, joh. Ja, we pakken de gewone wachtrij. Kom. Ja, zie je, als we de gewone wachtrij pakken, dan gaat hij mee. Gezellig. Gewoon even met z'n gezellig, samen uit, samen thuis. Ja, dat ken Kevin niet, daar heb Kevin een beetje moeite mee. Maar samen uit, samen thuis. Hé, Kevin? Hey Kevin. Gewoon keihard lekker wegrijden. Laat me maar lekker alleen rijden van Hardenberg terug naar Spijkenisse. Ja, joh. Niet rekening met een ander houden, nee joh, gewoon kaartgas geven. Ja, gas erop. Gas erop, ja, hè? Ja, daar zat ik bij in de bus. Ja. Hé, hey Anton, jij was ook zo lul. Kutkussensleider. Nee, dat is een waardeloos. Hè? Nee, maar hij is ook een kutkussensleider, hè? Ja. Nou jongens, kwartiertje. Nou, kom wel goed. We gaan naar Symbolica. Staan we in ieder geval voor. Gaan we naar... Gaan we maar even wachten, hè? 15 minuten. Voor audiëntie bij zijn majesteit, Paar Dolfus. Klaar? Nee. Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Ja. Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog in oog... Wat is dit? Alle tovertwinkels, hallo allemaal. Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar... Ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. On to one through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u! Oh.
What's happening? What's happening with the stairs? No. Stop. Kom, snel. Ik kijk voor ons. André.
Zo, nou, we zijn het Sprookjesbos ingelopen. En hier hebben we nog een standbeeld monument voor Anton Pieck. 1895 en in 87 overleden. Zijn scheppende hand, schonk de Efteling haar gezicht. Ja, hij is echt de man die het zo mooi heeft hier. En hier Peter Reinders. Dat is ook een heel bekend icoon van de Efteling. En staat er nog meer op? Die ken ik niet. Dat is de burgemeester van de Heide. Ja, die ken ik niet. 1898, 1981 overleden. Burgemeester van Loon op Zand. Van 1948 tot 1963. Ja, leuk. Ja, het cynische rouw 1, 2, 3. Ja, wat? Nou, cynisch rouw 1, 2, 3. Nee, ja, we komen hier niet vaak natuurlijk. Dus, maar ja. Mensen lopen jullie ook gelijk door. Ja, 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 precies. Dus, nou, is toch leuk? Hè? Ja, ik loop wel eens alleen rond hè, als ik alleen ben. Ja. Dus ik zie het allemaal. Ik zie het allemaal wel. Jij ziet het allemaal wel, hè? Ja, ik kan ook niet zien. Nee, ik ook. Ricardo. Ja, Ricardo, hè? Ja, en nog iemand, hè? Piep! Nou, we gaan er even in. Ja, we hebben alle attracties wel een beetje zo gehad. Een beetje gehad. Dus ja, we gaan er even rondje Sprookjesbos even doen. Hè. Ja, allemaal, kan je lekker pissen. Allemaal karpjes allemaal. Ja, dat is wat voor Anton dit. Kijk eens van de karpjes, jongens. Oh. Ja. Dat is kort, hè? Dat geldt. Dat geldt. Ja, dat is nog dan. Zo, moet je eens kijken, joh, Joost. Jeetje, die is ook vaak hier, hè? Ja, klopt. Hij is best vaak hier, ja. Hij is best vaak hier. Dan moet je ook vaak hier. Ja, wij komen ook altijd vaak hier. De kinderen, dat is weer een ander verhaal. De Sprookjesboom. Nou, en dan hebben we nog opa Gijs, hè. Dus die hebben we nou ook al. Opa Gijs. Heb ik al een keer in de vlog, heb ik die al een keer gefilmd. Dat was vlak nadat hij een keer, in de wandel onverlaten. Ik weet niet wat er toen gebeurde of zo, maar er was toen iets met het vuur in de papierkorf, zeg maar, waar de afval in zit. Toen stond hij even in de fik. Dus dat kan ook wel eens gebeuren, hè. Maar dit is in ieder geval de volgende. Opa Gijs, die hebben we nu ook. Oh, kijk. Jeroen Pauw, kom ook eventjes kijken bij ons. Jeroen Pauw. Pauw, Pauw, ben mooier dan jou. Pauw, Pauw, ben mooier dan jou. U bent. Assepoester, assepoester, assepoester. Assepoester. Ja, het is bijna afgelopen. Assepoester. Ah, afgelopen. Kom ik net aan? Nou. Jassenpoester, assenpoester. De duifjes. Hey, kijk, weet je wat je hier ook hebt? Weet je wat je hier ook hebt? Weet je wat je hier ook hebt? Kijk, hier heb je ook Doeken. D-O-E-K-E-N. Doeken. D-O-E-K-E-N. Doeken.
Mooie H. Doeken. Doeken. D-O-E-K-E-N. Doeken. Het is alweer een poos geleden, maar nooit uit mijn gedachten. Dat wonderen de prins en mij voor even samenbrachten. De prins had voor zijn bal genodigd alle meisjes uit het land. Zo vurig hopend op de ware die hij vragen kon, haar hand. Ja, mijn ware. Mijn stiefzusters, gevoed door hebzucht, waren er als eerste bij. En ik, de huisloof, mocht niet mee, moest poetsen, want dat paste mij. Zijn mijn schoenen al gepoetst? Nee, de mijne. Ik de mijne? De mijne. Schiet om, lelijk. We gaan naar bal. Ja, we gaan naar bal. Ja. Toen zij reeds naar de boten waren, huilde ik bitter op moeders graf. Een jurk van goud en glazen muiltjes waren wat haar goede geest mij gaf. Haar stem zo hemels sprak, ga snel. Maar bij het schijnsel van de maan, voor klokslag 12 moet je vluchten, is het feest voor jou gedaan. Ik bezocht het bal gelijk een dame. Hij vroeg mij ten dans, de prins. Wij werden daar op slag verliefd, verlegen, blozend enigszins. Hey, het is erin. Plotsklaps, de klok sloeg 12. De betovering haast voorbij. Ik vluchtte weg van de bal, naar buiten, snel naar huis. Dag, prins van mij. Al op mijn vlucht verloor ik daar mijn glazen muiltje bij het kasteel. De prins, hij vond het op het bordes. Dit magisch, wonderschoon juweel. Door stad en land ging hij op zoek naar mij. Het meisje van zijn dromen. Slechts mij behoort het muiltje toe. Mijn tijd is nu gekomen. Nou, wat mooi, hè? Wat was dat mooie jaar? Doeken, Doeken, D-O-E-K-I-N. Doeken. Oh, zag ik er rood op? Ja, ik zat er rood te gillen weer. Nou, Ja, rechtdoor dan rechts. En dan? Rechts. Dan, waar gaan we dan heen dan? Naar rechts. Oh, we gaan naar Langnek. We moeten wel Langnek zien. Ja, langs Stefan, hè? Ja, langs Stefan, hè? En we moeten even kijken of we nog... Misschien kunnen we even de telefoon even raadplegen. Even kijken of we er nog op... Voor mij hebben ze nog niet allemaal gehad. Nee. Dus we moeten nog eventjes, eventjes een rondje doen. Heb je ezeltje strekje? Ezeltje strekje. Mama, kijk wat nieuwe spookjes. Ezeltje strekje. Dus dan gaan we nog even verder zoeken. Want ja, we hebben nog niet alles. Nee, hebben we nog, dus... Kleine boodschap. De kleine boodschap. Wat zegt hij toch altijd, maar waarom zegt hij nou niks? Oh, hij zegt heel zachtjes. Dat is de winterversie nog. Dat wij bij de toiletten zijn. Nou, dat is mooi. Ik ga even naar de wc. Zo. Ja. Oké, zei je. Een zoete geur. Ja, hè.
Knebel, knabbel, knuis. Wie knabbelt aan mijn huis? Het is niet uit. Op typisch Joost. En zijn moeder ook. Dat is niet niks, hè? Hallo, staat Shake hier. Zijn moeder ook. Dat is niet niks, hè? Dat is niet niks, hè? Hallo, staat Shake hier. Oh, weg. Abonneer op Intel Tracks. Abonneer op iets. Leuk. Joost, waar ben je nou? Joost. Hier. Joost, waar ben je nou? Joost. Hier. Joost, jij nog van een heel stuk afstand hoor je jou ook nog. Zij moet drinken. Dat is het erom. Ja, nou. Zij moet drinken. Zij moet drinken. Dat was maar waar. Had ik niet gezeten in die lote toko. Papagaai. Hé, hey, Jan Dekker. Ja, de papagaai. Hé, hey, Jan Dekker. Jan Dekker. Oh, de vergelijking met Joost en de papagaai, hè? Roodkapje, waar ga je heen? Naar oma. Hij is door de jager gered. Door de jager. Hé, door de jager, hé. Hey, ik heb rijd. Ik heb rijd. Door de jager, hè. Zeker, dat was het kapje naar achteren. Zat ook wel nummer stil. Ja, ze doen ook niet veel. En die appels zal ook wel rot wezen, nou. Juist. Kom, dat lang mee. Spreek je hier zitten. En lang nek, hè. Lang nek. Oh ja, en goed opgelet, Kevin. Kijk, hier hebben we er weer eentje. Rollenbollengijs. Ik heb zo'n honger. Dat is hem. Vooruit nou. En vooruit, ik heb zo'n honger. Vooruit, ik heb zo'n honger. Kevin, ja. Heb jij weer gemist, hè? Oh, hey Jelle, duivelbuik. Hey Jelle. Ja, helemaal. Nou, waar staan allemaal mensen? Buiten in de kou? Mij niet gezien. Nee. Nou, kom er wel binnen, hoor.
Ja, dat is wel heel mooi. Dat is wel een moment. In de kou. Nou, mij niet te zien. Ik ga gauw weer naar binnen. Leuk hoor. Kijk eens wie daar aankomt. Hallo. Goeiedag. Ja hoor, alles gaat perfect. We waren een beetje moe, dus we gingen even zitten, even uitrusten. Nou, het is dat u het zegt, want dat gaan wij dus ook doen. Wij gaan even een kopje thee bij vrouw Hollen, want we hebben een afspraak. We zullen niet hoeven te hollen, maar de thee staat dapper. Lekker. Zijn er koekjes bij? Ik hoop het. Oh, lekker hoor. Ik hou van krakelingetjes. Ja, lekker hè. Is toch lekker? Tot ziens allemaal. Dus, oké, hey, tot ziens. En tot de volgende keer. En veel plezier met thee. En met de lekkere koekjes. En jullie met het uitrusten. Ja, ja oké. Tot ziens. Dag. Leuk. Tap, 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 tap. Nee, dat doe je verkeerd. Ja, tuut. Nou, daar gaan we. Nee, ja, nee, ik pas echt met mijn voeten erin, hoor. Nee, ook niet. Dus daar gaan we dan hoor, hè? Oh. Kevin, ja. Ja, die kijkt de andere kant op. Hey. Leuk, hè? Oh, sorry. Leuk, hè? Ja, mooi, ja. Joost. Joost. Tut. Maar ze deed wel verkeerd. Je moet tut. Tuut! Ramon! Ramon! Dat is niet niks! Oh, oh. Boink, ik stilstaan. Ja, la. Ga nou eens weg, joh, je zit in de weg. Tegenlijer. Ah, dat deed pijn. En de bak. Pijn. Ga aan de kant, ik ben eerder. Jij. Zij moet er ook. Juist daar. Ja, is alweer afgelopen. Druk eens even op dat ding. Tut. Ah, het was dan weer over, hè. Hé, jongens, zo. Nou, ik heb gelijk blauwe plekken en pijn in mijn vinger heb ik. Prachtig, nu ben ik als zilver zin. Ja, hier, naast me. Je zat te duwen. Nee, we zijn allebei een beetje breed. Dus op een gegeven moment komen die af.
Ja, eigenlijk wel, hè. Ik ga niet meer naast, ik ga niet meer naast je zitten. Ja, precies, hè. Ja, het is al een oudje dit, hè. Het is al een oudje dit, hè. Het is al heel oud al, hè, ja. Nee, nee. Dat is wel mooi, hoor. Kijk, dat houtwerk allemaal, zo. Het is heel onhoud. Dus, hey, fijne dag verder. Oh, ik ga mijn tas niet meer terug. Ja, ik heb mijn tasje terug. Ja, wel alles meenemen. Hey, tot ziens. Dag. Zo, hé, hé, jongens. Nou, was echt leuk. Ja, altijd, ik vind het altijd wel even, één keer in de zoveel tijd vind ik het even leuk om even de stoomcarousel even mee te pakken. Ja, het is altijd gezellig, altijd leuk eventjes. Dus. Ja. Ik zit wel gelijk onder de blauwe plekken en zo van Kevin. Die zat de hele tijd te douwen tegen me aan. Ah. En mijn vinger is een beetje uit de kom. Nou, gelijk even klacht indienen bij de klachtenservice. Nou, ik ga gelijk even klacht indienen bij de klachtenservice, want... De tas staat open. Shit, mijn tas staat open. Nou, ik ga even klacht indienen en dan ben ik zo weer terug. Tot zo! Nee, 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 ik moet zo. Ja, hij doet het niet, man. Hij is kapot. Hij staat uit. Ja, hij staat uit. Er staat helemaal geen geluid. Nee, maar hij staat helemaal geen geluid. Oudbaggen. Oudbaggen, nou, hij mag helemaal geen geluid. Ja, want als je die plat zei, gaat hij andere tonen. Ja, klopt. Nou, Neltje in het teltje, dat is ook een... ja, hollewolle grijs, ja. Neltje in een teltje, ja. Dat is ook een... Ik zit hier met mijn eentje hoffendroog. Ja, da da di da. Wat een kopje hier het boel te zijn. dit is leuk. Dit is lol. Kom maar hier met die heerlijke papiertjes. Mijn buik is nog lang niet vol. Nou, 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 nou. Ik vind het wel belachelijk hoe jij mijn voorman behandelt. Oh, mijn dikke voorman. Ja, dat vind ik nou lullig, hoor, hij. Ik vind nou wel weer lullig hoe je mijn voorman... Ik samen met mijn watervriendjes naast. Nou, dat is er ook eentje. Neltje in een teltje. Met een douchegordijntje erbij, gezellig. Landen we met een plant. Thuis? Staat er een tegen twee eenden te lullen? Oh, echt hè? Ja, mooi. Hij staat er een tegen twee eenden te kletsen hier ook. Ja, ik snap dat. Oké. Okay. Ja, daar gaan we hoor, jongens. Daar gaan we. Welkom op de oude Tutver. En dat doet helemaal niks. De klakson doet het niet, de klakson is kapot. Nou zeg, de klakson doet het niet hoor. Ik vind nou wel lullig. Hallo, het staat te shaken hier. Ja, zo, je moeder ook. Aan de kant. Aan de kant. Leuk hè? Het is nou een keer niet donker. Ja. Vorige keer was het elke keer donker als we hierheen gingen. Nou is het een keer met licht. Ja. Ik wil wat meer zien, hè? Ja, ik heb wel mensen die het niet doen. Nee, precies. Dut. Dut, dut, dut. Dut.
oud is. Leuk, oh wat fantastisch. Oh wat fantastisch, lekker in de oude tuffen. Tut. Tut tut. Ik kan niet meer wandelen. Tut tut. Dat kan niet meer. Dat deden we vroeger altijd. Ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Ik kan niet mezelf flossioneren. Piep. Piep. Oh, gezellig. Ik zal even opdraaien. Hier moet je wel toeteren, want dan gaat dat ding. Kevin, hebben we een auto vragen. Rennen is voor homo's. Kijk maar uit met je nieuwe sports. Even lekker kunnen toeteren. Ja, nu moet je. Ja, hij doet het nog steeds niet. Doet het nog steeds niet. Nog steeds hetgene wat. Wat? Wat? Nog steeds hetzelfde. Ja, vind ik nou zo jammer, hè, dat je het doet. Ja, dat is jammer. Ja, die moet. Ze moet weer de toeter repareren. Ik vind dat niks. Oh, die toeteren, die doet het niet. Die toeteren, oh, nou is het helemaal uit. Toet. Ah, hij doet het niet meer. Oh, dan moet jij er als eerste uit, Joost. Ja. Oh. Kijk dat ik hem in mijn oude lichaam uit kan komen, want, oh man. Ah. Oh. Vol, hè? Oh. En dan loopt ze gewoon weg, hè? Dan loopt ze toch gewoon weg. Joost, die helpt ze netjes en dan ben ik aan de beurt, dan moet ik met mijn oude lichaam uit en wat doet ze, loopt ze gewoon weg. Nou, dat vind ik wel, ja, wel weer jammer, een momentje. Oh, kijk, Pietson. Pietson, kijk, daar gaat de Pietson, hè. Daar gaat ze Pietson. Nou, gezellig, hè. Dat was ook wel weer even leuk, even een rondje. Oude tuffen gedaan, hè? Leuk, hè? Fantastisch, hè? Fantastisch. Mooi, ja. Dus. Nou, hier de scheve schuit. Schommelschip. De zuipschuit. De zuipschuit. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Die zit in spijkenissen, de zuipschuit. Oh, hier heb je er ook nog eentje. Hier, oh. Kijk, hier heb je er ook nog eentje. Hier heb je ook nog een zuipschuit. Ja, rennen. Rennen is FOMO's. Hey Joost! Ren is FOMO's. Fantastisch, hè? Kevin. Ja, Jelle. Ja, is fantastisch. Jelle, Joost. Ja, ik wou wat je wel zeggen. Jelle, Joost, Sander, Ramon. Ja, dan wil iedereen maar op. Ja, joh, wat pis je mijn naam hebt. Waarom blijf nou eens een keer van met je kleren kloven van mijn lens? Hij zit de hele tijd aan mijn lens zit. Ja, hij beweegt. Ja, nou, dat hoort zo.
Dan loop ik nou al de hele dag, loop ik dat nou al uit te leggen, dat het al hoort. Als kijk van die schokkende beelden. Als kijk van die schokkende beelden. Nou, schokkend. En als mijn lens kapot is, 700 euro. Je overdrijven. Misselijk maak het ventje dat je bent. Maak zo van. Thermisch 700 euro. Juist. 700 euro, nieuwe lens. Nieuwe lens, 700 euro. 900 euro. Oh, 900 euro, nog beter. Kijk, even kijken. Ja, hij krijgt het weer als een rikketik. Hij heeft het weer als een rikketik, hoor. Hij heeft het weer als een rikketik. Nou, ik heb liever dat hij anders het als een rikketik krijgt. Hoppa, daar gaat hij weer, hoor. De Pietson. Pietson! De Pietson. De Pietson. De pieptong, de pieptong, hè, de pieptong. Nou, wat jij wilt, Mike. De pieptong. Wat jij wilt. Nou, gezellig, hè. Ga je nou weer halen? Ah. Oh, hij gaat een milkshake halen. Of een ijsje. Nee, dat zijn vieze dingen. Oh, dat zijn die vieze dingen, zeg dat. Nou, ga jij zo'n vieze ding halen, dan ga ik... Ja. Hey Joost! Kijk nou, Joost is er. Kijk, dat ben jij. Rum. Kijk, we hebben Joost, hè. Wat ga je nou halen, Joost? Een eigenheimer. Ja, en heb je voor ons niks gekocht? Ik vind jou wel een beetje een eigenheimer, hoor, Joost. Nou. Ik vind jou wel een eigenheimer, vind ik jou. Je denkt alleen maar aan je eigen, ja. Je eigenheimer. Tuurlijk. Eigenheimer, hé, maar heb je eigen al gezien? Kijk, er staat rum op. Rum. Hé, hey, Joost. Joost, hè, van de rum, hè. Lekker, hoor. Ja, ouwe, zit dat ook op die eigenheimer? Zit er ook rum in? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, veel plezier. Doei. Doei, punt. Echt. Wat nou zijn we dat ding? Ga nou zijn we dat ding, klootzak. Ah, wat een lul is het ook. Ik wou er wat filmen, maar ja, dag hoor. Krijg de tyfus maar. Vuile pleurishond. Ah. Zo jammer weer, hè, dit. Ik wou even wat doen. Ga nou niet, hè. Dat komt eruit. Ja. Zou je moeder ook? Echt een kindje, hè? Kijk, echt een kindje. Als die maar met water kan spelen, hè? Echt een kindje, hè? Als je nou iemand kan hebben, hè? Hè? Echt een kindje, hè? Ergens uit de omstreek hier. Wie? Wie? Die uit de omstreek hier ook? Nou, Joost! Ga jij dan maar lekker je eigen geheim opeten? Ja, vuile vieze eigen geheim. Ja, steek dat in je mel en hou je pleurismel dichtgelopen. Ik word er doodziek van. Zeg, ga maar lekker vreten, kokonautje, pestpleuriskool. Want ik word er nou ziek van. Ja, ik word er doodziek van, ja. Zo jammer weer, hè. Dat kind helemaal los hier, hè. Dat kind, hè. Zo jammer. Ja, tuurlijk, hè. Parkverbod. Vervuiling van het park. Ja, nog eentje. Vervuiling van het park. Weer... 3 jaar, parkverbod. Hé, hey Joost. Ja. Weet je hoeveel deze attractie gekost heeft? Ja, tonnen. 8 ton. 5 ton. Terug even overnieuw. Ja, dat papiertje is al weg. Godverdomme. Even geen gezeur. Maar wat vonden jullie er nou vandaag van, jongens? Even geen gezeur. Ik zat naast je, hoef te schreeuwen. Je bent godverdomme niet goed bij je verstand. Je bent godverdomme goed bij je verstand. Ik weet ook niet. Maar even geen gezeur. Geen gezeur. Ik zat naast je, hoef te schreeuwen. Even geen gezeur, wat vond je er nou van vandaag? Nou, even geen gezeur. Ik vond het hartstikke leuk vandaag. Ja, het was hartstikke gezellig toch? Ja. En toch miste ik iemand. Ja. En die, mijn kleine ventje. En die we missen is toch wel een ton waard, hè? Ja, 1 ton is die waard, maar... Ja, je moet hem niet te veel ton geven, anders dan gaat hij naar zijn schoenen lopen. Ja. Oh, een god figuur. Je moet hem natuurlijk niet te veel credits geven, want dan gaat hij naar zijn schoenen lopen. Kwal. Maar toch mis ik je. Volgende keer ga ik gewoon weer mee, Sander. Ik mis je. Pikkie van me. Mijn ventje is dat, hè. Mijn ventje. Wat doe jij nou? Wat doe jij nou? Zie je William of zo? Ja, William. Ja, zijn moeder ook. Hé, de nieuwe ingang. Kijk, de nieuwe ingang.
Bouwupdate. Bouwupdate. Kijk, bouwupdate. Bouwupdate. Daar, bouwupdate. Ja, even geen gezeur nou. Kevin, even kappen, even geen gezeur. Geen gezeur. Kap, het is koppenol. Ja, het is koppenol, geen koppenol. Oh, kappenol. Kappenol. Nee, kappenol. Leuk. Maar, hey, hij staat wel op een hele vreemde plaats. Ja, hij zat hier, hè. De koffie- en stroopwafels. Jawel. Nou, ik ging weer knippen. Hallo vrouw. Vrouw Smetteling. Hallo vrouw. Mooi, ja. Zat het hele pretpakje bij elkaar te gillen hier, hoor. Hey, hallo vrouw. Hallo vrouw. Ja, godverdomme. Dank je, heb je ook de eigenaar. Ja, hey Joost. Hey Joost. De eigenheimer, hè? Een eigenheimer dat hij is. Nou, ondanks dat Sander er niet bij was, hebben we toch een leuke dag gehad vandaag, hè? Ja. Was weer leuk, hè, Ria? Ja, was leuk, Ria. Was weer leuk, hè, Ria? Ja, echt wel. Ja, veel leuk. Dus, nou, hier hebben we... Hé, hey, we zijn weer vlak bij de Kuip. Kijk, ja. Ik zie de vatten we gaan al. Schutting, taal. Nou, dan gaan we weer, jongens. Gaan we weer naar huis. Ik wil naar huis. Ja, we gaan zo. Ja, we gaan eerst nog even naar de Mackie, even wat vreten. Nee, even naar de Mac gaan we en dan gaan we nog even langs de beddenzaak. En dan gaan we daarna. Daarna gaan we weg. Ja, de Burger King en. Je blijft van hangen, je plaat blijft hangen. Ja, wel plaat. Ja, je plaat blijft wel hangen. Burger King. Nou, dan ga jij lekker bij de Burger King, dan gaan Joost en ik lekker naar de Mac. Zeker, doe het is. Ja, heb je dat? Heb je dat? Ja, heb je dat? 5 euro. 11 september is er niks gebeurd in de Efteling. Doe het is. Ja. Dat doet goed. Hey Kevin. Hey Mike. Kijk, moet je die bomen nog even... Ja, moet die bomen... Doe nog even bomen-update, Kevin. Kijk, hier heb je allemaal bomen hier, allemaal gesnoed. Kijk. Dat is geen bomen, hè? Het zijn stammen, ja. Ja. Ja, die had Feyenoord ook, maar ja, die is weg nou. Ja. We hadden geen stam meer. Nee. Ze hadden kerstbomen zonder stam, hadden ze. Dit jaar. We hadden een elftal, hadden we wel een club met kerstbomen zonder stam. Ja. Kevin, Kevin. Ja, er waren weer drie piepies. Jammer weer dit. Zo jammer, ja. Wat jammer is? Ja. Dat het nog geen maandag is. Nee, ja. Ja, dat is Joost's favoriete dag, jongen. Ja. Maandag, maandag gaat hij van zijn leven gaat hij werken, want hij vindt het zo fijn om op maandag te beginnen. Ja, dan had ik donderdag en vrijdag vrijgenomen. Ja, want dan kun je maandag toch weer gewoon keihard gaan werken natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, lekker dat wel. Werken. Moeten meer mensen doen. Dus. Ja, kun je allemaal op vrijdag vrij nemen, kun je op maandag kan je weer extra keihard beginnen. Ja. Ja, dat weet ik al jaren dat ik niet goed bij mijn verstand ben. Ja, maar ze vertellen eens wat nieuws. Ja. Oh, dat moet ik allemaal knippen dit. Nou, hier heb je de vrolijke mie. Mooi hè? Mooi hè? Heb jij weer gemist hè? Staat de shake hier. Ja, zei en hij was het maar waar. Had je niet gezeten in die klote toko? Piep, piep, piep. Had je niet gezeten in die klote toko? Joost hè? Kom weer niet jammer hè? En pleur op. Dat is een kindvriendelijk kanaal, hè, mijn YouTube-kanaal. Dat is een kindvriendelijk YouTube-kanaal, hè. Nou, jongens, we gaan eruit. Het zit er weer op.
Hey, en Caro. Heb nog een foto van gemaakt voor van één lelijke persoon. Dat je camera niet... Ja, inderdaad, ja. Dat mijn camera niet naar de klote gegaan is. Ja, de lens niet meer afdoen. Inderdaad, ja. Lelijk gedroogd. Ja, inderdaad, ja. Godverdorie, zeg. Je breekt spontaan, breekt gewoon je lens af ervan. Dus, nou, we hebben allemaal onzin allemaal. Dit is uitgeknipt, dit is eruit geknipt, dat is eruit geknipt. Hoe is het nou met William? Goed, hè? Ah, we zijn er alweer uit. Nou, nog eventjes, kijk, hier staat Sander altijd. Ja. Als ze hier aankomen, want ja, dan heeft hij weer de rekeningen niet betaald. Dus dan moeten we eerst hier naartoe. Altijd, hè? Ja, het is altijd, hè, met die gozer, hè. Maar toch moet hij de volgende keer weer bij zijn. Ik mis je pikkie. Ja. Dus. Hou maar mee. Ja, volgende keer gaat hij gewoon weer mee. Ja, daarom heb ik het ook weer goed gemaakt. Dan zou ik het niet goed hoeven te maken, hè. Ja. 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 Hij hoort er gewoon bij. Ja. Ja. En ik ga niet weer erover hebben, anders ga ik weer. Ik heb al één jank video, die komt vanavond online. Nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. God, ik kan leren nou. Traan in mijn ogen, godverdomme. Ja. Oh, kijk, een Efteling Jeep. Hé, hey, die nemen we mee. Hè? Ja, nee, kom, nemen we die mee. Ja, voor, geven we aan de zaak. Ja, voor op de zaak. Ik weet ook niet waar we het allemaal over hebben, maar het zal allemaal goed wijzen. Nou jongens, ik zou zeggen, thanks for watching. Hé, dat is een bekende uitspraak, ja. Diegene doet ook mijn uitspraken, dus ja. Thank for watching. En ja jongens, ja, wat het zoals ze leuk vinden. Ja. En ik zou zeggen jongens, ja, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Ja, we hebben er weer toch geprobeerd om een leuke dag van te maken, hè? Ja. 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 Zo, staat in te gillen hier ook. Stel ik je vuile schilders. Maar thanks for watching en jongens, de groetjes van deze kant. Duimpje omhoog. Liken, subscriben, belletje drukken en dan gaan we jullie wel zien. Ja, we lopen daar. Oh god, we zijn weer met Kevin's auto, dus dan moeten we weer de hele parkeerplaats af om de auto terug te vinden. Wat echt een trieste tering zo is dat ook, hè? Echt. Ja, dan ga ik jullie allemaal niet meer lastigvallen. Bedankt voor het kijken en ik zou zeggen tot de volgende video maar weer. Bye bye vanuit de Efteling. Hoi.